Waar ligt eigenlijk de oorsprong van jouw verzameling en van die verzamelhoede? Nou, wij zijn ons heel interessant. Sorry. Je geld zat gekomen. We zijn ons heel leven natuurrijk gegaan. Ons vader heeft ons... Ik heb nog een broer, onze Frans, die zit daar. En mijn eerste herinnering, dat is Faust Kopdijk in de Bos. En dat was in 51. Dus daar is eigenlijk het begin geweest. Door Koester? De Koester door Michael Schulte en Hein van Bremen en... Ja, Hein van Bremen, dat is denk ik een jaar later. Hein van Bremen, Wout Wagmans weer verrest en al die mannen. Maar als die kwamen uit de Tour dan terug en die waren dan hartstikke zwart verbrand door. Ja, en wij hadden vroeger ook niet zoveel gezien. Ik heb het nooit vergeten. Hein van Bremen die had een paarse fiets. Ik had nooit zo'n mooie fiets gezien. Ja, dat was iets apart, jongen. Ja. Wat boeit jou zo in de wielersport? Nou, eigenlijk de hele geschiedenis. Want die fiets is in wezen niet zo oud. Want die fiets is eigenlijk van 1871 is eigenlijk pas die ketting gekomen. Want dat is eigenlijk nog maar 140 jaar. Ja, eigenlijk nog maar 140 jaar. Ja, maar op heel de geschiedenis is het nog niks. Ik zou aan de mensen willen vragen wie ze denken dat die coureur is die hier opstaat. Dus is tegen geen prijzen voor werken, dan ik denk, oh ja. De Vleut. Ja, ja, die. Ja, dat is de Vleut. Ik denk de Vleut. Roger de Vlaming, die is een huis verkocht aan een Olsenaar. En die Olsenaar, ja, die vrouw, die wou geen eigen keuken hebben. Dus die moest eruit. Toen kwam die bij die moeder in Olsterweg. Die Karel, die gaan we naar Amerika verhuizen. En op een gegeven moment zegt die moeder, ja, wat moet ik met die keuken? Ja, breng me naar de stort toe, zegt hij. Nou, toen was er iemand binnen die mij kende en die dacht, och, die plant er een renner op, die behoor ik maar voor jou. Want hij kende mij dan, ja, zit hij in een Belgische kleur, een Vlaming of iets, ik weet het veel. Nou, de meester zet de keukendeur van de keuken van Roger de Vlaming. Nee, dat is allemaal niet. Dus ja, we hebben geen punten kunnen daarvoor introduceren. Maar verzamelen blijft een schitterende hobby. Je kunt zelf bijvoorbeeld ook, als je wilt, een verzameling opzetten. Een verzameling van vriendelijke en aardige mensen. En als je dan niet met jou nederkoren, dan heb je zeldzaam exemplaar. Aan het richten van crossen is een, ja, het is gewoon echt man tegen man gevecht. Dus, ja. Ik heb geen doel, ik heb geen helpers, het is gewoon strijd. Ja. En dan komt er na 2 jaar, dat heeft mij ook al geïntrigeerd, na 2 jaar in 1989 in dienst bij Protecta. En dat is een ondernemer in bedrijfshygiëne. Ja. En net als Luc Kolski, daar had een lange werkje, stond je op de loonlijst en moest je per jaar, ik citeerde je middel, dat ik 1000 uur ratten en muizen vangen of mieren verdelgen. Ja, is dat waar? Ja, ik kreeg een kop van mij en dan zag van die duskes voor die moesten van elke hoek bij die machinekamers van die koelapparaat in C1000 en Albertijns. Moesten dan in die machinekamers, moesten dan in die duskes kijken, maar in ieder geval een keer in de gaten kijken waar het zat. Van. Moesten een stempel vragen, maar dan konden we nog van de volgende filiaal. Dan moesten we dan zo'n keer of 10 filiaal op een dag moesten dan afleggen. Alleen ik had toen net een Mercedes, ik had met een Mercedes rijden, dus ik dacht van, dat is een goede tolbaan. Dat leefde toch? Dat leefde toch, ja. Dus dan naar mijn auto moest ik altijd een blok verder zetten, want ik was altijd wel, ja. Maar, ja. Het was, ik had een contract, ik kon rijden, ik moest wel in de zomer werken. Wij werken pas gewoon in een bezoek en als er niks geen meldingen waren, dan kreeg een stempel en komt er gewoon wel. Maar in de buurt is geen heel gekke dingen meegemaakt. Dat moet je ongetwijfeld een bijnaam opgeleverd hebben in de buurt. Ja, dat zijn we geen zitten grappen van Lies, hè? Ja, ja. En die kwam weer op de Mercedes. Ja, ja. De wereldkampioen, Engbert uit Diezen. Wat een verrassing. Ongelooflijk! Moeilijke 2. Ongelooflijk! Jawel!
zien maar jij. Eén baas gaat binnen. En kijk om. Arm uit elkaar. Rijd door jongens, rijd door. 1 uur, 3 minuten en 9 seconden zijn voorbij. En inderdaad, één baas uit die. Ja, tot eigen verbazing wereldkampioen werd en daar ga je zoiets momenten van, hoe is dat mogelijk, Henkie Paars, ja, die zit dat die dergelijke holte gestond van haar eigen te krijgen. Ja, maar gelukkig wel, want kijk, hoe langer en hoe meer dat ik wel als je aan de start geldt, ik heb in Italië, ik dacht van nou, ja, zet mijn geld maar in, daar wil ik nog geld in leggen, ja. Zo sterk voor mij, dat van, ik kan niet misgaan, en dan zie ik gewoon helemaal floppen. Dus van tevoren is gewoon bijna niet te zeggen. Op voorhand is niks te zeggen van hoe dat, je kent het scenario. Je moet, ja, iedereen heeft kans. En, ja, gelukkig was ik heel verbaasd, want ja, ik had laatst ons al een strijkplan in mijn gedacht. Als ze zo ver ben gekomen, dan weet ik nog wel een leuk plannetje. Dat had ik al klaar, maar alleen van ja, gelukkig heb ik de laatste ronde echt de knoppen kunnen zetten en gewoon verstandig nul lang gewoon zijn naar de finish rijden. Als je dan de laatste ronde echt op nadenkt, dan denk je van dat is niet echt wel waar gaaf. Was eigenlijk niet de bedoeling dat je moest winnen? Nou, het was altijd geen winsituatie, dus ik kon het niet verliezen. Dus als ik had, dan hebben we nog een sprint erachter afgemaakt. Dus ja, het was. Nee, maar liefst, ja, het was wel de bedoeling dat ik zelf eerst ging proberen. In 1993 worden dan nationaal kampioen in de Beekse Bergen, ja. Thuiswedstrijd en dan in een rechtstreeks duel bij Arnie van der Poel. En ja, dat maakte toen een einde aan de reeks nationale titels van Herman Harden. Nationale titel, denkbaar, kampioen van Nederland. Heel Biesje was toen voor die wedstrijd uitgekomen. Ja. Er was niemand meer thuis, maar Biesje, alles stond in heel veel week. Elke week moesten ze mee, want er kon altijd iets van gebeuren. Dus was altijd wel iets wat gebeurde. Dat altijd net een ronde tekort, want dan zouden ze in één keer op het podium staan, afgewonnen. Ja. Maar dat was altijd met een ronde tekort. Maar dat heeft wel iets apart, denk ik. Als ze daar het is gewoon gaaf. Ik doe wel van strijd. Als ze maar naar huis gingen van volgende week komen weer. Ja. Dus dan deed men goed. Dat kampioenschap, daar had ik een aparte voorbereiding voor, heb ik begrepen, want toen ging er weer in. Aparte voorbereiding in de schuurslok. Ja, dat was net de woord van ons Paul. Daar gewoon naar te werken en te doen. En ik de verte ging naar onder naar de schuur. En, ja, één met materiaal leggen was, hè. Dus ja, ik langs werd en ja, zo. Ja, en daar was ook geïnspireerd. En daar ging aan. En zeg maar van, ja, wat doe je dan? Ja, ik had inderdaad draaijaar klaar aan, handen klaar liggen, handschoentjes. Dus dat doe ik er zondag aan, die fiets, alles klaar. En zondag gaat het gewoon gebeuren. In ieder geval zou gebeuren, dat wordt strijd geleverd. Dat ik in mijn hand heb, daar heb ik nou les ter meer in mijn hand. Maar je die omarmt niet? De carnavals, want dat werd net veel carnaval werd wereldkampioen. En dan moest ik echt naar een van mijn grootste supporters naartoe natuurlijk, want die was prins. Ja. En ja, de Bundestagers. Dat was een van de beste supporters, maar ook wel een van de grootste vergers. Goeiedag, ik ben hier de Bundestagers. Ja, en de buurman valt erbij. Ja, ja. Dat ben je alweer Maar het was een heel fanatiek supporter bij jou, ja. Ja, ik denk, ja. Die melk is gewoon een crosshaard, zal ik maar zeggen. Hè. Die zit er nog vol in. En, ja, die kan dan eigenlijk niet helemaal loslaten. Maar ja, cross is gewoon echt als je daarmee in de zee bent en je hebt dat gedaan, dan blijft dat wel in je hart zitten. Ons hart hier ook echt veroverd. Fijn dat je er was. Je krijgt constant een zetje mee als blijk van erkendelijkheid voor jouw aanwezigheid. En ik hoop jou in de toekomst nog meerdere keren te mogen ontmoeten.